Op Wereldaardedag vandaag moet de bewustwording rond het behoud van de Surinaamse natuur worden vergroot. Door de COVID-19-pandemie kunnen de gewenste activiteiten in Suriname ook niet worden georganiseerd om de inzichten te verbreden, zegt minister Silvano Tjonahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu aan onze nieuwsdienst. De bewindsman is van mening dat het besef voor behoud van de natuur in Suriname heel groot moet zijn, vanwege de verkeerde aanpak van goudwinning die al vele zichtbare gevolgen met zich meebrengt. Wij hebben in dat verband in Suriname geen activiteiten ontplooit. Ja. Omdat wij natuurlijk niet alleen in een COVID-situatie zitten en ook nog financiële problemen aankijken. Maar we hopen natuurlijk dat met name de gemeenschap wat tijd besteedt aan het nadenken over hoe wij omgaan met onze omgeving. En ook dit jaar is eigenlijk het thema is Restore Our Earth. Wat eigenlijk inhoudt voor wat Suriname betreft. Dat we aandacht gaan besteden over wat we doen in met name ons binnenland. We weten dat met name in het binnenland er veel goud wordt gezocht. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn als het verantwoord gebeurt. Maar dat is dus nou eenmaal niet het geval. Er is sprake van ontbossing en er is sprake van landdegradatie. En vaak is het zo dat deze gebieden waar het dus gemeend wordt, dat ze niet worden hersteld. Tjonahin zegt verder dat ten aanzien van vernielingen in de natuur door goudwinning er beleid wordt gemaakt op zijn ministerie. Dit om te voorkomen dat meer vervuiling plaatsvindt in ons mooi binnenland. De COVID-19-pandemie belemmert dit proces volgens de minister. Maar moet niet maken dat de bewustwording niet op gang kan komen via andere kanalen.